Het Openbaar Ministerie OM heeft het afgelopen zittingsjaar veelal te maken gehad met onzichtbare criminele organisaties. Dit vertelde waarnemend procureur-generaal Grazia Parag-Singh gisteren tijdens de opening van het zittingsjaar 2022-2023 van het Hof van Justitie. De OM-baas merkt verder op dat er veel gewelduitbarstingen gepaard gingen met de misdaden die zijn gepleegd. Het jaar 2021-2022 was bovendien een jaar van beledigingen, bedreigingen, intimidatie, opruiing en geweld. De naleving van verkeersregels was laag en de maatschappelijke schade in de vorm van doden, gewonden en materieel groot. Voorts kreeg het OM te maken met veelal onzichtbaar opererende criminele organisaties, met geweldsuitbarstingen zoals onderliggende afrekeningen en of liquidaties. Maar ook het jaar waar het Openbaar Ministerie en de politie extra veel werk hebben verzet ten behoeve van de op handen zijnde evaluatie van Suriname door het CFATF, Caribbean Financial Action Task Force, in november van dit jaar. Geëvalueerd zal namelijk worden of Suriname zijn wetgeving op orde heeft voor wat betreft het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en of in de praktijk de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering effectief wordt aangepakt. De waarnemend PG merkt op dat de financiële verzelfstandiging van de rechterlijke macht, welke bij resolutie is vastgesteld, een belangrijk moment is geweest in het afgelopen zittingsjaar. Een ander belangrijk moment is volgens Parag-Singh dat ondanks de coronapandemie de voorzitter van het college van PG's van Nederland een bezoek heeft gebracht aan het OM van Suriname. Hierbij zijn er afspraken gemaakt voor de voortzetting van de werkrelatie. Kritiek is er ook geweest op het functioneren van het OM. Opbouwende kritiek mag er altijd zijn. Het OM is door alle kritiek heen blijven werken aan haar core business en dat is criminaliteitsbestrijding. Criminaliteitsbestrijding is mensenwerk waarvoor 29 vervolgingsambtenaren zich elke dag inzetten, ondersteund daarbij door parketsecretarissen, overige medewerkers van het parket en de politie. Het harde werk heeft geresulteerd in het navolgende. Dan presenteer ik het OM in cijfers. Kijken we naar de verrichtingen van de afdeling strafsectie. In de periode 1 oktober 2021 naar 15 augustus 2022, en dat is dan de datum waarop het zittingsjaar officieel is afgesloten, heeft het Openbaar Ministerie ontvangen dossiers met aangehouden verdachten, 2805. In verzekering gestelde verdachten zijn geweest, 2846. En het aantal dossiers met niet aangehouden verdachten is geweest 1.354. Het afgelopen zittingsjaar heeft het OM 4.153 dossiers ontvangen van de politie. Deze documenten gaan allemaal naar de afdeling strafsectie waar de digitale registratie plaatsvindt. Hofpresident Iwan Rasoel-Baks heeft tijdens zijn toespraak ook informatie gedeeld over de vorderingen van de rechterlijke macht. Hij stelt dat deze branche en vooral de advocatuur beter gewaardeerd moet worden.